Het is een toffe uitdaging, omdat het een allereerste waterstofwagen in België is die Colruyt Groep gekocht heeft. En de bedoeling is dat we vanuit Colruyt Groep kijken of dat er eigenlijk potentieel is voor zo'n wagen als firmawagen. En ook wat dat de voor- en de nadelen zijn rond het tanken zelf, rond waterstof. De kinderen hebben ermee meegereden en die snappen gelukkig. Het is eigenlijk zo dat je in de wagen een soort interface hebt waar je kan kijken wat er juist gebeurt in de wagen. Dus waterstof wordt omgezet naar elektriciteit en die elektriciteit gaat je motor aandrijven. En op die manier kunnen het de kinderen wel uitleggen en ze begrijpen wel duidelijk dat er water uit de auto komt en niets anders. Dus geen CO2, geen fijn stof en dat is goed voor het milieu.